Oh. Goedenavond. Ik ben niet Frank Boeien. ik ben Bruno van den Broeke. Paul Schijvers, ruggengraat van de Roma, heeft mij opgebeld 2 weken geleden en vroeg: Bruno, wil jij een woordje zeggen aan de mensen voor bijvoorbeeld Frank Boeien vanavond nu aftrapt? Het is namelijk de gewoonte dat iemand iets zegt over de Roma voor er een concert of een evenement plaatsvindt. Vanavond heb ik die eer. Nu, ik ken de Roma redelijk goed. Ik heb hier ook al mogen spelen. Ik woon hier ook achter de hoek. Ik ben met de fiets gekomen. Dat is letterlijk 45 seconden fietsen voor mij. Ik ben gewoon hier op een boogschut. Ik draag de Roma een warm hart toe. Ik merk dat heel veel mensen de Roma ook steeds meer en meer een warm hart toedragen. Maar om u even te zeggen, de staat van het gebouw van de Roma begint redelijk lamentabel te worden. Bijvoorbeeld de stoeltjes waarop u zit zijn van 1950, dus die zijn 64 jaar oud. Pensioengerechtigd, zou ik zeggen. Die moeten vernieuwd worden. Er zijn er nog een aantal dingen. Ik ga u niet vervelen met de details. We willen eigenlijk gewoon dat u de Roma sponsort. In de pauze zal ik ook aan de sponsorstand staan en na de voorstelling kunnen u ook nog eventueel vragen stellen. Het praktische ga ik niet uit de doeken doen. Ik wou u alleen maar zeggen dat ik een liedje heb gemaakt voor de Roma, dat u hopelijk nog meer gaat inspireren om bezieler of sponsor of volksinvesteerder, er zijn een aantal mogelijkheden, te worden van de Roma. Het liedje heet Gouden Oude Roma. Allee. Gouden oude Roma, u bent zoals mijn oma. U verkoopt regelmatig cinema. U vertelt verhalen, ook theatrale. Ja, ja, ja. De Roma hangt al jaren aan een strak gespannen zijden draad. Messen waren scherp gewet en de scharen lagen paraat. Om een hevig kort knipje te geven en hup de Roma in vrije val. De Roma, dat was glorie en die glorie is vergaan, dat is al. Maar halt, want wij kunnen die lange zijde draad verweven tot een kleed. Dat gedragen wordt door een vrouw die alles over liefde weet. De liefde voor de kunst, de liefde in melancholie. Zij telt af naar een nieuw begin van 3 en 2. Er is maar 1 goeie oude Roma. U bent zoals mijn oma. U verkoopt regelmatig cinema. U vertelt verhalen, ook theatrale. Ja, ja, ja. Paul Schijvens, blijf eens bij de pinken, want ik heb een vraag. Waarom is dat businessmodel van de Roma zo relevant vandaag? Het heeft te maken met een sfeer die geschapen wordt door de mensen hier. En ook het bier en het plezier en het vier aanbieden met zwier van kiltier. Oh ja, en de vrijwilligers, vrijwilligers, willigende mensen zijn ze gewillig in. Het publiek gaat op reis in deze zaal dat je hen weer katapulteert tot kind. Zie, en de zanger zingt, een speler speelt, een maker draait aan het makerswiel. En ze kijken met hun grote ogen en ze kittelen onze fragile ziel in deze goeie oude Roma. U bent zoals mijn oma, u verkoopt regelmatig cinema. U vertelt verhalen, ook theatrale. Ja, ja, ja. Hier is gejazzed, hier is geswingd, hier is gejived, hier is gedanst als zot, ja.
Hier is geprojecteerd, geïmproviseerd, coryfeeën vereerd en bocus met choco gesmeerd. Hier kan de fantasie nog feesten, hier doet de verbeelding niets verkeerd. Naar hier moet u blijven komen, voor uw tranen, uw gelach en voor uw dromen in deze goeie oude Roma. U bent zoals mijn oma, u verkoopt regelmatig. U vertelt verhalen, ook theatrale, ja, ja, ja.